kwadratische vergelijkingen oplossen. En nu met ontbinden. Dus die van deze soort is bijvoorbeeld x kwadraat min 6x plus 8 is 0. Je kon deze al ontbinden in factoren. Dat liet ze ook zien met zo'n tabel. Hè? Dus dan kreeg je gewoon de vraag x kwadraat min 6x plus 8 ontbindt. Weet je wel? Maar nu is het een vergelijking geworden. Want nu hebben ze erachter gezet is gelijk aan 0. En nu kun je hem oplossen. Maar daar gebruik je er wel voor dat je moet ontbinden in factoren. Nou, dat ga ik uitleggen. Ik heb de uitleg van hoofdstuk 7 over het kwadratische vergelijking oplossen even opgesplitst. Kijk op het plaatje in de lijst. Kun je precies zien van welke soort de uitleg is. Want stel je voor je denkt, oh die snap ik. Oh nee, deze wil ik zien. Dan weet je precies welke je moet hebben. Nou, zij gebruiken zo'n tabel. Voor de uitleg zal ik dat deze keer ook nog doen. Straks met de sommen doe ik dat niet meer, want ik vind het nogal omslachtig en ik heb mijn eigen methode voor. En ik denk, jullie hebben denk ik ook ieder voor zich inmiddels wel een eigen methode ontwikkeld. Dat gaat altijd best wel snel. Hè? We beginnen eventjes met de eerste. Nou, ik begin even met het voorbeeldje. Hier zo. Niet deze voorbeeldjes, maar waar ze mee uitleggen. Ze hebben het over x kwadraat min 6x plus 8 is gelijk aan 0. Nou, waarom moet je deze nu ontbinden in factoren? Nou, als je deze ontbonden hebt in factoren, dan kom je straks uit op x min iets en bijvoorbeeld keer x min iets, zoiets, is 0. En zo gauw je op zoiets uit bent gekomen, zoals je ontbonden hebt in factoren, dan weet je of die is 0 of die is 0. En dan kun je gaan oplossen verder. Dus het is van belang dat je het als een product gaat schrijven en dat je het uit laat komen op 0. Want dan is een van de twee 0. Dus hij staat al op 0, dus hoeven we deze niet naar 0 te brengen. Dat ga je bij de volgende kernen nog zien. We gaan eerst eens kijken hoe pakken we dit aan. Nou, we moeten hem dus gaan schrijven als een product. Kwadratische vergelijkingen oplossen schrijven ze bijna altijd als een product. En met een product bedoel ik twee dingen keer elkaar. Dus je moet hier de vergelijking gaan ontbinden. Nou, ik zie hier plus 8. Als er plus 8 staat, dan weet ik al, het is min keer min of plus keer plus. Maar omdat hier een min staat, weet ik al, we moeten gaan doen min keer min. Dat kan niet missen. Dus het wordt x min iets keer x min iets. Oh, daar doe ik het verkeerd. Zo, ik ging niet zo snel. Keer min iets is gelijk aan 0. Nou, de vraag is nu, ja, wat moet ik hier gaan invullen? Nou, 8, dan zeggen ze ook in de tabel, ik kijk alleen bij de minnen, want ik heb al gekeken, ik weet al dat het plus is. Dus ik weet al, ze moeten allebei min zijn, want deze is min. Nou, min 1, min 8, als ik die bij elkaar op zou tellen, kom ik niet uit op min 6, maar op min 9. Maar plus 8 is ook min 2 keer min 4 en dan kom ik dus uit op min 6. En dat klopt. Dus ik weet nu, x is min 2, het is x min 2 keer x min 4. Ik ga dat strakjes in die voorbeelden op mijn eigen manier doen hoor, dan gaat het sneller. Nou, nu weet je, x min 2 keer x min 4 is 0. Dat kan alleen als één van die twee 0 is. Of allebei, maar dat gaat niet, hè? Dus één van die twee is 0. Dus x min 2 is 0, ja. Of, oh, dat moet niet door, dat vinkje. Dat ging per ongeluk met mijn pennetje. Of x min 4 is gelijk aan 0. Nou, hoe ga je nu verder? Nou, je weet, x min 2 is 0. Nou, nu wil ik dus eigenlijk van die min 2 wil ik af. Dat doe ik door me bij op te tellen. En dat mag best als ik het aan de andere kant ook maar doe. En zo kom ik hier uit op x min 2 is 0. Dan moet x wel 2 zijn, want 0 plus 2 is 2. Doe ik ook aan deze kant. Alleen tel ik hier niet 2 bij op, maar ik zit hier met die min 4 waar ik van af wil. Dat doe ik door plus 4 te doen. Aan beide kanten, hè. Want x min 4 plus 4 is 0. 0 plus 4 is 4. Dus, ik vergeet het belangrijkste. X is 2 of x is 4. Nou, dat is eventjes dit oranje kaartje. Dan hebben ze daaronder voorbeelden gezet. Die vind ik altijd heel goed gekozen. En de bedoeling is dus ook dat jullie die meeschrijven. Als je die voorbeelden meeschrijft, dan begrijp je het hele verhaaltje wat in dat kadertje staat in het theorieblok veel beter. Dus we beginnen met voorbeeld A. X kwadraat min x min 20 is 0. Nou, dat gaat zo niet lukken. Maar wat gaan we nu doen? We gaan nu schrijven als een product. Dus met x nog iets en x nog iets is 0. Hè? Want dan waren we eigenlijk aan het doen. Zo, dus we gaan ontbinden in factoren. En als we gaan ontbinden in factoren, dan gaan we twee getallen zoeken die keer elkaar min 20 zijn. En die waarvan de som is min 1. Dat is de som. Dus we zoeken twee getallen die keer elkaar min 20 zijn. Nou, dat is dus bijvoorbeeld iets met 2 en 10. En let op,
Het wordt plus keer min, hè, of min keer plus. Eentje van die twee zal negatief moeten zijn. Dus we zoeken een positief en een negatief getal. Nou, het is iets met 2 en 10 bijvoorbeeld, maar als ik één van die twee negatief maak, kom ik nooit op een verschil uit van min 1. Dus die valt af. Die valt af. Dan heb ik 1 en 20, die ben ik vergeten. Nou, ben ik niet vergeten, ik wist dat die afviel, dus die valt ook af. En dan heb ik nog iets met 4 en 5. En dan heb je. Want als je één van die twee min maakt, kun je op een verschil uitkomen of op een som uitkomen van min 1. Hoe moet je dat nu doen? Nou, dan ga je kijken. Als ik nu min 4, die klopt niet, dat ga ik straks laten zien. Min 4 plus 5, nee, dat klopt het niet. Want min 4 plus 5 kom ik uit op 1. Dus dat gaat niet lukken. Dus is het die andere, dus is het 4 plus 4 en min 5. En dan kom je, plus 4 min 5 is het verschil van 1. Dus dan wordt het hier x min 5 keer x plus 4. En nu denk je misschien, ja, maar dat klopt toch niet, want hier staat x is min 4 of x is 5. Maar we zijn nog niet klaar. Want we weten nu, één van die twee is 0. Dus of x min 5 is gelijk aan 0, of x plus 4 is gelijk aan 0. Dat kan alleen als x gelijk is aan 5, tel hier maar eens 5 bij op aan beide kanten, of x is min 4. We willen van die plus 4 af, dus hier halen we 4 vanaf. Nou, dan krijg je dus x is 5 of x is min 4. Let goed op die minnetjes en die plusjes. Voor jullie denk je misschien, ah, dat is een klein foutje, oh ja, stom. Maar op de toets is het gewoon helemaal fout. Dus schrijf je op x is min 5 of x is 4, boem, fout. En let ook goed op dat je geen en schrijft, hè, maar of. Dan gaan we naar b, ook een mooie. 3a kwadraat plus 9a is gelijk aan 0. Deze is van een andere soort. Die moet je ook wel gaan ontbinden in factoren, maar niet zo. Maar dat is gewoon buiten de haakjes halen. Dus hier ga je kijken, wat kan ik hier buiten de haakjes halen? Want bijvoorbeeld x keer x plus 2 is ook ontbonden in factoren. En als dit 0 is, dan weet je ook x is 0 of x plus 2 is 0. X is 0 of x is min 2. Oeh, dat gaat wel heel slordig. Dit is te slordig. Dus als je deze krijgt, dan heb je dus x keer x plus 2 is 0. Dan is x is 0 of x plus 2 is 0. Dus x is 0 of x is min 2. Nou, van zo'n soort is deze. Dat zou je zo niet zeggen, maar je kunt hier iets buiten de haakjes halen. Dat is de vorige kern. Hè? Hebben jullie in de vorige kern gehad? Nou, wat kun je hier nu uithalen? Ja, sowieso de a, maar je kunt er nog meer uithalen. Je kunt er namelijk uithalen 3a. Dus 3a keer a plus 3, dat moet gelijk zijn aan 0. Hier staat eigenlijk een keer. Hoef je niet te schrijven, doe ik voor de uitleg. Hè? Dus je weet, 3a is 0, hè? Want dan of deze is 0 of wat de andere is 0. Of a plus 3 is gelijk aan 0. Nu gaan we door. Nu heb je 3a is 0. Ja, dat kan alleen als a 0 is. Hè? Deel beide kanten maar door 3. Hè? Gedeeld door 3. Deze kant moet je van die plus 3 af, dus hier doe je min 3. Dus a is gelijk aan min 3. En let op, vergeet die of niet. Dat vergeet ik wel eens als ik het zo uitleg. Niet als ik het opschrijf, want dan gaat het automatisch. Maar als ik ook weer bij uitleg, vergeet ik het wel eens. A is 0 of a is min 3. Hier horen sommen bij, even op mijn lijstje kijken. Ik denk zo'n 51 en zo'n 52 als ik het goed zie. Die heb ik uiteraard ook. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei!